Een hele goede avond, dames en heren. Mijn naam is Jan-Robert Schut en ik ben co-founder van Crypto Academy. En speciaal voor forexinfo.nl ga ik vandaag wederom een crypto trade van de week presenteren. En het is vandaag de beurt aan Ethereum. Nou, we zien dat de markten een behoorlijk onder druk staan, de cryptocurrencies. Waarbij Bitcoin 6,7% laag staat en Ethereum zelfs 10%. Ripple is 7% en Bitcoin Cash 10%. En EOS zelfs 13%. Het is maar geen leuke beweging natuurlijk voor iedereen die long zit. Ik ga even kijken naar Ethereum. En dan biedt dat misschien ook wat perspectief op een gegeven moment. Ik zal even een interactieve chart via TradingView erbij pakken. En dan zien we dat Ethereum ook de tweede coin is in CoinMarketCap met een market cap van 59 miljard dollar. Dus aardig wat. Maar nog steeds twee keer zo klein als Bitcoin. Als we dan gaan kijken naar Ethereum, die heeft zelfs een piek bereikt van $800. En dat is ook het eerste eikpunt van de low naar de high. Hier zien we een piek van $844, nu wat teruggezakt. Wat behoorlijk. En we hebben een steunniveau $540,19. En nu worstelt Ethereum met een steunniveau rond de $600. En dat is 50% retracement level. Nou, op zich vind ik Ethereum wel goed om daar iets mee te doen. Vanuit de longzijde. Alleen dan wil je natuurlijk ook op uurbasis sterkte zien. Kracht. Nou, dat zien we dus nu niet. We zien alleen maar forse daling. En de daling begon al afgelopen weekend. Begon er alweer te zakken. En net als een aantal weken geleden ook lag de piek in het weekend. En nu zien we echt forse beweging naar beneden. Met nog geen echt vol herstel. Dus ik zou zeggen, houd het niveau van $540 in de gaten. En daar zou je dan weer wat kunnen kopen. Dus op dit moment zou ik zeggen, als je voor een iets lange termijn gaat kijken, Ethereum kan perspectiefrijk zijn. Ik ben ook op zich wel positief gestemd op deze tweede coin. Alleen op dit moment is negatief sentiment aanzienlijk. Dus even laten uitrazen. En als je ziet bij $540 een stabilisatie, dan zou je daar kunnen kopen. Wil je echt per se erin? Of $590 zou je kunnen kopen met een stoploss onder de $540. Dan heb je 50 puntjes spelen naar beneden toe. En dan is natuurlijk ook de terechte vraag, wat is een eerste target? Dat is 50 punten omhoog, $640. Een tweede is dan $720. Maar desniettemin, pas goed op dit moment, want de markt is redelijk behoorlijk in beweging naar beneden toe. Heeft laten uitrazen en tussen $540 en $560... voorzichtig aan instappen. Dit is overigens geen expliciet aan- of verkoop. Dus geen advies, maar meer een ter educatie. Dus ik wens jullie natuurlijk heel veel succes met crypto traden.